als ik op jouw shirt kijk, daar staat pro para triatleet. Ben jij nou een handbikende triatleet of een triatletende handbiker? Ja, ik ben een triatletende handbiker. Dat wordt vaker aan me gevraagd. Dat vind ik leuk dat jij het ook opnoemt. Triatlon is voor mij echt nog nummer 1. Dat vind ik ontzettend spannend en leuk en mooi om te doen. Speciaal met de handbiken is er wel meer competitie tussen de jongens. Er zijn een stuk of 5-6 jongens die onder andere nu hier zijn, die ongeveer even hard rijden als ik. Of ik even hard als hun. En dat maakt het wel veel spannender. Dan heeft tactiek, en daar moet ik nog erg veel aan leren en aan wennen, bepaalt uiteindelijk wel het wedstrijdresultaat. En net degene die het meeste of het snelste kan sprinten, die kan de wedstrijd winnen. Dan kan ik eerste worden. Maar voor hetzelfde geld had ik zesde of zevende geworden van het groepje. Ja, want als ik dan even de vergelijking maak met Jetse Plat, jouw belangrijkste concurrent in de triathlon. Heb jij soortgelijke ambities, die combinatie handbiken-triathlon? Nou, ik zou het wel heel graag willen om met de triathlon natuurlijk naar Tokio te komen. En daarnaast ook wil ik wel proberen, of ik het ga redden, dat weet ik gewoon nog niet. Daar draai ik nog te kort van mee, maar ik zou het wel heel leuk, heel mooi kunnen vinden om ook met handbiken nog met Paralympics mee te mogen doen. Maar dat is meer een wil of een idee dan dat ik nu ga zeggen dat het zeker is. Want er zijn in Nederland ook maar een aantal startplekjes te vergeven. En ik weet hoeveel hele goede handbikers en tandemrijders er zijn. Ja, iedereen die goud haalt op een wereldkampioenschap, die kan er een. En als je al zilver haalt, dan wordt het al ongeveer een discussie. Zo goed fietst aangepast Nederland. En ik weet niet of ik daar wel bij hoor. Nee, maar deze World Cup laat wel zien dat je in ieder geval bij handbiken met de beste mee kan. Ja, nou, we misten nog een aantal grote toppers nu, maar gemiddeld genomen top 5 ongeveer, maar daar fiets ik nu een beetje en dat is nog wel te kort. Maar het is pas over 2 jaar, ik kan er altijd nog aan werken. Veel succes. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja.